Goedendag dames en heren. Nou, weer een aantal zaken voor iedereen om over na te denken. Nou, het zijn er niet zoveel. Ik zie er een beetje moe uit, maar ik heb geen zonnebril. Ja, jammer zeg, jeetje. Nou, dus daarom heb ik ook vaak een zonnebril op. Ik zie er vaak heel moe uit, maar ik ben echt niet moe. Gewoon, ik heb geen rust, laat ik het daar maar op houden. Nou, oké, wacht even, zonder allemaal flauwekul. Waarom doet Willem Engel met al zijn gezonde dingetjes en zo en tegen beleid en allemaal tegen. Willem Engel is tegen van alles wat ongezond is. Ik vind hem altijd zo'n rare bleke kop hebben. Is dit die kop moet hij gewoon kaal scheren? Zeg, kom, die dreads die zijn nog overgast. Ik zeg dat lijkt de zwabber die ik in de douche heb staan. Zo ook allemaal van die plukken uit en alles en zo. Weet je wel? Ik was hem toch wel elke keer een klein beetje, maar het blijft een vieze zwabber. Dus, nou, ik ken nogal wat lui van de Pinkstergemeente, nogal wat lui. Mijn ex-verloofde, die zat bij Pentecostakerk. Nou, dat mens kwam rechtstreeks uit de hel. Die heb ook een deal gemaakt met de Illuminati. Serieus. Weet je, waarom heb je dit nooit over aspartaam in de frisdrank? Allemaal dingen, mensen bewegen te weinig, weet ik veel wat. Een heel clubje om zich heen met allemaal mafkezen. Maar niemand heeft echt werkelijk data die synchroniseert. Waarom komt hij niet met allemaal patenten aan? Waarom begint hij niet over weermanipulatie? Waarom begint hij niet over millimeterstraling en microstraling? Wat gewoon altijd slecht blijft, ook voor de hele beleidstoestand rond het virus. Nou, why? Ik mis bij zoveel mensen cruciale data. Met die data dan stop je elke zinloze discussie. Maar ze gaan er toch weer aan mee en dit en dat laat. Weet je, en was die er vandaag pas af, of gisteren, of weet ik veel wat, was Willem Engel dit jaar er pas achter gekomen dat het systeem kapot is. Nou, niet alleen in Nederland, Willem, over de hele wereld doen rechters rare dingen en vreemde uitspraken en houden zich niet meer aan protocol en wet. Hè? En wordt het aangestuurd? Ja, nou, daar zou je zelfs de magistraten geen eens de schuld van kunnen geven, want hun systeem wordt misbruikt. Dus, dan ligt het nog eens een keertje ook niet aan de rechters, maar degene die het systeem misbruiken of laten misbruiken. Misschien een heel geschikt mens. Die ene rechter, ik vond hem wel aardig. Ik vond hem wel leuk overkomen. Nou, in ieder geval, ik mis zoveel data bij die mensen. Waarom hebben ze het daar niet over? En over de toekomst. En als christen, volgens mij, je hebt een behoorlijke christelijke basis. Waarom heeft Willem Engel het nooit over de vrijmetselaars, over de jesuiten, over dat alles geïnfiltreerd is? Waarom hoor ik niemand eens een keertje over weg met die Illuminati, rotzooibende, vieze engert en zo? Why? Why? Er zijn zoveel vragen. Ik mis zoveel informatie en data van die mensen. Dus ook Willem Engel. Ik ga je in de gaten houden. Ik ga even bellen en alles en zo. En als ik je ga bellen en je negeert mijn data, en dat geldt voor heel veel mensen, ja, niet doen. Niet mijn data negeren. Doe je dat wel, dan of je durft het niet aan, of je weet niet waar je mee bezig bent. Of je wordt bij de slechterik. Ik ga even de stad in. Dus als mensen Johnny Wick willen ontmoeten, dat geldt eigenlijk niet voor lokale gangstalkers. Lokale gangstalkers, code wegwezen voor jullie. Ja? Maar gewoon voor mensen die me willen ontmoeten, of gangstalkers uit een andere stad. Ik ga even de stad in. En iedereen liefdevolle groetjes. Ontzettend veel leuke reacties gehad. Mensen die zelf een onderzoek doen, want ik dump vaak onderzoek van anderen. Data links dan bij anderen. Nou, ga maar kijken, wees nieuwsgierig. Ja, ik heb een datalink, drukte ik op een datalink, dacht ik, oh jee, nou dat is echt een verkeerde site. Ja, dus ik snap de mensen dat niet zomaar doen. Maar nou, in ieder geval, lieve schatten, ik ga de stad in. En ik mis gewoon bij die klanten die allemaal zo dik lopen doen, mis ik van allerlei data. Ja? En al die andere operators van ze van Vechelen en al die anderen en Koops en al die jongens. Ja, ze laten jullie driften binnen een kapot systeem. En demonstratie afzeggen, toezeggen afzeggen, toezeggen afzeggen. Ze laten ons driften, ja? Mensen die er allemaal toe gaan, ze pushen dat beleid toch door. Nou, oh goed, wacht even, ik heb even wat in.